Dag dames en heren. Gisteravond en afgelopen nacht is er prachtig noorderlicht zichtbaar geweest boven Nederland. Helaas was het overal bewolkt, lange tijd. Pas aan het eind van de nacht klaarde het langs de kust een beetje op. En toen was er in het westen en noordwesten nog een glimp van het noorderlicht te zien. Prachtige timelapse aan de kust van Egmond aan Zee gemaakt. We zien mooie groene, maar ook hele mooie paarse kleuren in de lucht. Maar eerder in de nacht en gisteravond laat is het waarschijnlijk boven het hele land zichtbaar geweest. Echt jammer dat we het niet konden zien, maar misschien komen er binnenkort nog meer kansen. Nou, vandaag overdag was het vrij onstuimig met een stevige wind. Er vielen ook verspreid wat buien, maar aan de kust was het vaak ook vrij zonnig met strak blauwe luchten, maar wel een stevige wind. En dat zien we aan het zand, het opstuivende zand op de stranden. Nou, dat wisselvallige en onstuimige weer hebben we te danken aan een lage drukgebied ten noordwesten van ons. En dat lage drukgebied blaast met een stevige west- tot zuidwestelijke stroming zachte en vrij vochtige lucht naar onze omgeving. Maar geleidelijk aan gaat de wind vanaf zondag uit een noordwestelijke richting waaien. En daarmee wordt dan steeds koudere lucht aangevoerd. Nou, vanavond en vannacht merken we daar nog niet zoveel van. Het is vrij zacht met temperaturen van een graad of 8. En verspreid vallen er nog een paar buien. Er komen ook opklaringen voor, met name in de noordelijke helft van het land. En de wind blijft stevig doorstaan uit een zuidwestelijke richting. Nou, die wind gaat morgen geleidelijk meer naar het westen draaien. Dat betekent dat er al wat minder zachte lucht aangevoerd wordt. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden. En daarbij is er een afwisseling van wolken en zon. In de middag ontstaan er nog een paar buien, met name in het binnenland. En misschien dat in het oosten daar nog een klap onweer bij voorkomt. Maar meer dan dat zal het niet meer voorstellen. De wind waait dus uit het westen, is meest matig en aan de kust af en toe nog krachtig. Dat is een windkracht 6. Zondag wordt het heel ander weer. Met name in de zuidelijke helft van het land regent het dan vrij lange tijd. Het is daar ook overwegend bewolkt. Terwijl het noorden best een vriendelijke dag heeft. Met zonnige perioden, overwegend droog weer. En kijk eens naar die temperaturen. Ja, die halen nergens meer de 10 graden waarschijnlijk. In langdurige regen kan het zelfs hooguit een graad of 7 blijven. De wind draait in de loop van de dag naar het noorden en voert dus koudere lucht aan. Dat gaan we ook maandag en dinsdag merken. Middagtemperaturen dan van 7 graden, maar dat zal alleen tijdens zonnige momenten zijn. Bij buien is er zelfs kans op wat hagel of natte sneeuw. En in zo'n bui ligt de temperatuur hooguit een paar graden boven nul. In de nachten vriest het lokaal een graadje. De dagen daarna wordt het geleidelijk zachter, maar het blijft wel uitermate wisselvallig, met elke dag een grote kans op regen of buien en soms ook weer een stevige wind. Ik wens u een goed weekend.